En daar luisteraars komt dan de koninklijke auto aangereden, de HX5 met de koninklijke standaard. En de auto die rijdt nu hiervoor aan de landbouwhuishoudschool, waar de burgemeester nu klaar staat om haar majesteit te begroeten. De commissaris van de koningin stapt uit, hij maakt de deur open en daar stapt de koningin uit. En nu zal de koningin zich naar binnen begeven, waar de eerste bijeenkomst zal plaats hebben, geleid door de LLTB en waar het woord zal worden gevoerd door dokter-ingenieur Droessen. We zijn nu op de binnenplaats van de landbouwhuishoudschool, waar de leerlingen haar majesteit een zang zullen brengen. Dat was een korte inleiding die wij u zojuist lieten horen. Heeft dokter-ingenieur Droessen haar majesteit nog een uiteenzetting gegeven over het leerplan, doelen en resultaten van het landbouwonderwijs. De koningin luistert nu te midden van de autoriteiten en de zusters met belangstelling hoe het dagelijks leven op de school bezongen wordt. Het aardige bij deze zanghulde is dat iedere keer als de tekst iets vertelt over een product van de boerderij, dit door enkele meisjes wordt aangeboden. Met een vriendelijk dankjewel en een handdruk neemt de koningin de kaas, de eieren, de honing, de ham enzovoort in ontvangst. De commissaris van de koningin die naast de koningin zit, komt handen tekort om alles van haar majesteit over te nemen. Als de zanghulde afgelopen is, gaat de koningin de klaslokalen, de boerderij en de tuin bezichtigen. Dan volgt de hulde van de bevolking die buiten vol ongeduld staat te wachten. Trusje de Mateau zal haar dan een jurkje aanbieden voor prinses Marijke. De stof voor dit geschenk van de gemeente werd in de plaatselijke textielfabriek vervaardigd. Muziekverenigingen zullen hun hoogste lied blazen als haar majesteit Posterholt zal verlaten om naar Roermond te gaan, waar zij de jaarlijkse boerinnendag van de LLTB zal bijwonen.
aankomst in Roermond is Haar Majesteit aan de ingang van het Amelietheater onder meer begroet door burgemeester en wethouders en door monsignor Dr. Lemmens. De stamvolle zaal juicht de koningin toe en wij lieten nu het welkomstwoord horen van mevrouw Hanen, voorzitter van de bijeenkomst. De bijeenkomst werd opgeluisterd met zang en declamatie en de sprekers waren mevrouw Kleuters, rector Joosten en mevrouw Gijbels, die spraken over het boerenleven in al zijn facetten. Aardig was het moment dat wij u nu laten horen. Majesteit, mogen wij hierbij aanbieden de productie van onze Limburgse land. De Limburgse fluit, het nationale gebak bij het Deventheid, komt natuurlijk van Maastricht. Groenten en druiven levert het Venlo, ons Limburgse tuinderstreek. Uit Beek en het land van Sittard komt het sappige fruit. De honingziemerij van Meijer zorgde voor een zoet ontbijt van uw majesteitsgezin. Wij hopen dat het vooral de prinsesjes goed zal smaken, evenals het hartige hapje uit het land van Weert. De boter leverde Sittard met zijn grote zuivelcentrale. Van noord tot zuid boven Limburg de champignon teelt. Deze komen uit Mo, het noordelijkste punt van onze provincie. Helden zorgden met deze augurken voor de pikante noot van uw tafel. Het heeft namelijk van geheel Limburg de grootste aanvoer van deze producten. Met Sinterklaas zal op Paleis ook wel eens strooiavond gehouden worden. In dat geval zou Limburg Sinterklaas van noten kunnen voorzien. Het land van Echt is van harte bekend om zijn noten. Uit Epe komt deze beroemde Limburgse kaas. Zijn meet is verpakt, majesteit. Maakt u zich geen zorgen voor het vervoer. Ten slotte, majesteit, komen nog 7 vertegenwoordigd door deze eieren en door de boerinnen. Zo zochten wij Limburgse vrouwen en meisjes in onze tuinen en velden om u met dit stilleven het beste aan te bieden wat onze bodem heeft opgebracht. Voedsel dat ook een koningstafel zeker niet zal lanceren. Majesteit, de Boerinnenbond van Limburg heeft de eer zijn vorstin te groeten met deze edele producten van zijn edele en oude grond. Onderhield de koningin zich in het klaslokaal zeer ongedwongen met de aanstaande immigranten. De koningin vertelde van haar bezoek aan Canada en stelde vele vragen. Ondertussen werd thee met gebak geserveerd. Als voorzitter van de vestigingscommissie van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, in hoge eer u in naam van alle aspirant-emigranten en reeds geëmigreerde Limburgers een bijzonder hartelijk welkom te mogen toeroepen bij uw bezoek aan één der eindlessen van onze gehouden emigratiecursussen. Daarom hebben wij op en voor het nageslacht een gelukkige toekomst te bereiden. Dat dit grote afvals mee zal brengen, weten wij beiden heel goed. Vooral uit talrijke brieven die we ontvingen. Voor eerst het scheiden van ouders en van ouders, van broers en zussen en van al wat ons dierbaar is. Dan alles wat we hier gewend waren en wat we geen zullen moeten missen. En alles wat ons daar vreemd zal zijn wat we zullen ontmoeten. Ook van een vrouw zal het nog extra kunnen opvoeden. Waar daar heel wat meer offers en tijd zal kosten dan hier. Vooral omdat daar niet zoveel hulp is van geestelijkheid, van onderwijzend personeel wat hier wel is. Immers, hier is het onderwijzend personeel wat de kinderen helpt de catechismus leren. Hier is het de geestelijkheid die hem voorbereidt op de eerste heilige communie. Dat zal geen voornamelijk de ouder en vooral op de moeder neerkomen. Dan draait. Hij is moeder die het kleine nood neemt en het zijn eerste gebedje leert stamelen. Hij is moeder die het zal voorbereiden op zijn eerste heilige communie. Hij is moeder die het ook later weer zal helpen als er allerlei moeilijkheden komen. Dan is er nog dat dit een degelijke voorbereiding. Gerte zou kunnen beginnen met een korte levensschets. Toen ik als 14-jarige van de lagere school kwam, werd ik thuis op het bedrijf van vader aan het werk gesteld. Het was in deze streek zo gebruikelijk en van een beroepsvoorlichting of iets dergelijks was toen nog geen sprake.
En zeker niet bij ons op het dorp. Ik bezocht toen ook de lagere landbouwschool hier in Venray. En zodoende werd door een prima lesgever mij de aandacht gevestigd op de werkelijk moeilijke situatie waarin wij jonge boeren verkeren en zouden komen te verkeren. Uiteenzetting, meneer Verlos, hartelijk dank voor uw keurige en doelbewuste weergave van datgene wat u vraagt. Nou, Miss Folger, I shall ask you. How long have you been studying English? For about 1 year, sir. I see, that's not long. To what country are you going to emigrate? I hope to emigrate to New Zealand, sir. Right. Did you pick up your English at this course only? Yes, sir. Before I came to this course, I didn't know a word of English. Thank you. And now you. How can you get in Amsterdam? First, I should take the bus to the station. There, I buy a ticket and walk to the platform where I wait for the train. And now, yes? After 2.5 hours, I'm at Amsterdam. Right. Now imagine Canada. Now, could you tell me what is the capital of Canada? Ottawa is the capital of Canada, sir. Right. And who meets in Ottawa? The Canadian Parliament meets in Canada, sir. Right. You know, Canada is a dominion of England, isn't it? Yes, sir. Well, who is the representative of the English king in Canada? Well, sir, the representative of the king is the Governor General. En achter de ploeg ook tegen de ook voor jaar toen is ook naar Nieuw-Zeeland teruggegaan. En Australië, hè? Ze zijn nog bij Montreal geweest. Toen is voor jaar nog wel even geweest. Hij was er echt op door. Oh, het lijkt een kapje. Ja. Wie kan het wel echt? Oh, shit. En dit, luisteraars, is dan het juist haar majesteit ter ere die nu in haar wagen plaatsneemt om via wel nog een bezoek te brengen aan het sanatorium Zonlichtheide te Gent. En met de vrolijke tonen van de blaaskapel besluiten wij deze reportage.